Welkom bij Climax. Iedere zondag zijn we hier weer om 1 uur op het kanaal te vinden en nemen we jullie mee op pad om de ontwikkelingen te checken op het gebied van seks en drugs. Nou, vandaag gaan we het hebben over OnlyFans. Is helemaal bizar groot geworden nu tijdens corona. Is een platform waarbij je eigenlijk naaktfoto's kan verkopen. Dus je kan er dik geld mee verdienen. We gaan langs bij... Ja, dik vooral. Leuk. We gaan langs bij creator Anastasia, die is daar een model op. En we gaan met mediawetenschapper Linda Duits het hebben over de toekomst van de digitale seks. Maar Jamal, dit is onze eerste keer hier samen aan de desk. Ja, gezellig. Nice. Maar vorige week was ik er al wel, want we hebben een aflevering gemaakt over illegale raves. En toen vroegen we aan jullie, naar een illegale rave moet kunnen. En 63% van onze Instagram-volgers die stemden... Nee. Nee. Ja, goddank. Nou, we hebben ook nog een paar comments op de aflevering van vorige week. Het lijkt wel alsof jullie verslag doen over een oorlogsgebied. Een beetje overdreven wel. Maar ja, dat was dan aan jou, hè? Ja, waren we zo dramatisch? Nou, het was ook wel, er zat natuurlijk van die enorm spannende muziek onder. Echt zo du-du-du-du-du. En jullie kwamen daar in een soort van tankachtige kelder. Dus het was ook een soort van oorlogsgebied. En dan was zo van, oh my god, we moeten die tunnel in. Hoe krijg je van de overheid gesponsord om zo'n item te maken? Nou. Ja, goede vraag. Ja, eigenlijk dus dus hoeveel verdienen wij zodat we dit kunnen maken? Ja. Nou, begin jij. Nou, ik 2000, zoiets. Echt? Zo weinig? Ja. Ja, nee, maar ik ben nog maar nieuw. Ja, ik verdien gewoon 1800 euro, weet je. Helemaal niet, draak. Je weet het ook gewoon. Zeg dan? Ik verdien 5200 euro. Ja, maar dat krijg je niet op je salarisstrook, toch? Ja, natuurlijk wel. 5200 euro. Ja, maar je weet niet hoeveel je overhoudt. Dat nee, je. Ik weet niet precies hoeveel daarvan overblijft. Oh, oké. Nou, wat ik overhoud is 3000 euro. Dat dus. Maar wel een leuke vraag. Ja, nu gaan we het eindelijk hebben over OnlyFans. Dat is dus de website waar de afgelopen maanden heel veel om te doen is geweest. Want naast sekswerkers verkopen ook steeds meer bekende mensen daar hun content op. Bijvoorbeeld Bella Thorne, Aaron Carter, Fabiola Volkers. Die hebben allemaal daar een account op. En volgens mij ook niet echt per se dan echt gericht op seks. Maar het kan ook gewoon al sensueel zijn. Ja. Of een soort van intieme content. Maar Emma? Ja. Ben jij een beetje te vinden op OnlyFans? Nou, ik heb wel een account aangemaakt. Want je moet dus abonneren op een profiel voordat je de foto's kan zien. Ja. Je kan ook nog extra betalen voor speciale foto's. Maar ik zat gewoon te denken van, ik weet helemaal niet hoeveel ik zou moeten vragen voor mezelf. Ik dacht dus, eigenlijk moet je misschien heel hoog gaan zitten, zodat je exclusief Je moet ze toch juist een beetje binnenhalen eerst? Nee, dus nee, dan maar langzaam... ik bedoel, als je jezelf voor 100 euro aanbiedt, dan is het gelijk van, wow, 100 euro, nou, die moet het wel waard zijn, weet je wel. Ja. En dan... Nou, ik had dus op een gegeven moment op Pornhub had ik zeg maar een paar favoriete pornoacteurs. En toen op een gegeven moment was er eentje die zei van, hey, leuk, ik heb nu ook een OnlyFans aangemaakt. En wat ik daar wel heel leuk aan vond, was dat je best wel dichtbij eigenlijk de pornoster staat. Dus je kan echt allemaal polls invullen van, ik wil een filmpje met je billen zien. Of ik wil een filmpje met je ballen zien of met je kont. Maar ik vond het wel een soort van heel intiem voelen en leuk en... Ja, een soort van dichtbij diegene. Wat persoonlijk. Ja. Ja, ja maar, want Emma, jij bent ook langsgegaan bij dus een model die werkzaam is op OnlyFans. Ja, Anastasia, die is inderdaad model en die was al best wel groot op Instagram. Maar die dacht, weet je wat, die pandemie hakt er ook bij mij in. Laat ik eens aan OnlyFans beginnen. Hartstikke slim. Waar kunnen mensen jou van kennen? Van Instagram. Ik heb een jaar of 4 geleden mijn Instagram gestart. Zomaar voor de leuk. Toen de tijd kon je er nog niet heel veel mee. Ja, dus de fans die ik uiteindelijk voor OnlyFans heb gekregen, komen allemaal van Instagram. Wat deed jij op Instagram dan? Beetje sexy foto's, body positivity. Maar uiteindelijk is het dan zo gedraaid dat ik praktisch alleen maar mannen had. Dus ik heb... 85% mannelijke fans op mijn Instagram. Dus. Want waar gebruik jij OnlyFans het meest voor? Sexy foto's, video's. Ik doe geen naakt, soms doorzichtig. Maar ja, ik gebruik het eigenlijk voor om mijn fans een ander platform te bieden. Want ze vragen mij steeds van, oh, heb je nog meer foto's hiervan? Heb je dit, heb je dat? En nou denk ik van, ja, nou kan ik het zo ook geven. Mm-hmm. En ja, zijn ze wel dankbaar. Wat is
je unique selling point? Oh, nou, de borsten. Ja? Ja, het is het wel. De meeste fans zijn gewoon grote borstenfans. Ja, het is niet uniek, maar de mensen die mij volgen, die komen wel daarvoor. Ja? Eerlijk, eerlijk, ja. En hoe kom je erachter dan? Je kan dus op OnlyFans kun je dus post statistics bekijken. Dus je kan per foto die je post op de tijdlijn, kun je dus bekijken hoe lang is het gemiddelde dat er naar is gekeken en hoe lang is er in totaal naar gekeken. Dus ze moeten daadwerkelijk de foto aangeklikt hebben, dan gaat de tijd in. En dan staat ook het gemiddelde van hoeveel ze per persoon, hoe lang ze er naar kijken. Plus het algemeen hoe lang daarna gekeken is. En wat zijn poses die je dan aanneemt? Als in, is het altijd gewoon zo? Ja, soms gewoon met de handen de borsten vasthouden. Het zijn wel de beetje standaard poses waarvan ik zie dat mensen daar goed op reageren. Mm-hmm. Dus ik kijk wel een beetje naar het publiek. Dus ja, meestal borst naar voren, kont naar voren, benen in de volle lengte. Heb je het idee dat mensen dan ook misschien soms een beetje zo een wenkbrauw optrekken? Absoluut. En bij wat je doet? Moeten ze lekker doen. Maakt me echt niks uit. Ik verdien mijn geld. Ik kan lekker doen wat ik wil. Ja. En hoeveel verdien je dan per maand? Is verschillend. Het is echt heel erg verschillend. Kijk, het is wel een dom antwoord. Maar, wat zou ik zeggen? Iets onder de 2000, denk ja, ik. Maar het is wel een goed maandsalaris dus. Ja, ja, ja. Maar als ik zou willen, als ik echt elke dag moeite ervoor zou doen, zou ik makkelijk op 5000 per maand kunnen zitten. Echt makkelijk. Ja, en dat is dus de foto die het is geworden. Oeh. En die is voor 50 euro de deur uitgegaan. Hoeveel werk in de week heeft zij dan daaraan? Nou, ze zei dat ze zo één dag bezig was, maar dan maakte ze in echt? Één keer een hele rits aan foto's. Ja. Soms een beetje van die rommelige content, hè? Van ik ben net uit bed, dat vinden ze veel interessanter dan zo'n gelikte foto. Dus als je er echt geld mee wil maken, moet je er best wel op zitten volgens mij. Oké, maar het brengt ons bij de gezellige stelling van deze week. Ik zou betalen voor foto's van Emma op OnlyFans. Heb je deze nu net zelf bedacht? Nee, zeker niet. Maar ik ben ook wel even benieuwd hoeveel je dan eigenlijk zou betalen, toch? Laat het in ieder geval even weten. Naast mij is inmiddels aangeschoven mediawetenschapper Linda Duits. Hoi. Waarom denk je nou dat mensen kiezen voor het betalen voor porno, terwijl je het ook gewoon allemaal gratis kan vinden online? Ik denk dat het meer komt omdat mensen een band willen hebben met de mensen waarnaar ze gaan kijken. Ik ook natuurlijk. Ik kan persoonlijke aandacht krijgen. Tijdens corona konden gewone sekswerkers hun werk natuurlijk ook niet meer doen. Ja. Dus je kunt een onderscheid maken tussen direct sekswerk, dus dat is met aanraking, en indirect sekswerk, dus zeg maar wat webcammeisjes doen. Nou ja, die mensen die direct sekswerk deden, die moesten dus ook op zoek naar iets anders. En die zijn ook naar OnlyFans gegaan. En die hebben dus klanten die hun al kenden, of fans die hun al kenden, en die op die manier ook iets goed konden doen eigenlijk voor hun favoriet sekswerker. Maar even, want hoe veilig zijn je foto's nou op OnlyFans? Ja, dat zit er natuurlijk een soort van blok op dat je niet kan screenshotten of? Nee, ik weet niet precies hoe dat is geregeld. Ja, volgens mij niet. Volgens mij kan je wel een screenshot maken, ja. En dit is voor die sekswerkers die online werken een ontzettend groot probleem. Capping wordt dat genoemd. Onderling geven ze elkaar ook maar tips ook, zeg maar, hoe je dat kan proberen te verkopen. Grote bedrijven, zoals Netflix, maar ook YouTube, die er van alles aan doet, zeg maar, om copyright te beschermen. Ja, sekswerkers hebben gewoon niet zo'n partij die voor hun belangen opkomt. Is het dan eigenlijk zo met OnlyFans dat je al echt een soort van fanbase nodig hebt? Dus je moet een influencer zijn. Wil je daar een beetje bereik op kunnen krijgen? Nou ja, wat we ook net hoorden van Anastasia, die had al veel volgers op Instagram en die heeft ze eigenlijk meegenomen naar OnlyFans. Ja. Het kan dus ook zijn dat je dus al reguliere klanten hebt en dat je die meeneemt naar OnlyFans. Maar helemaal vanuit het niets beginnen, dat is heel erg moeilijk. En ja, het kan heel lastig worden inderdaad voor die sekswerkers als nu alle influencers het overnemen. Ja, want die hebben niet zo'n fanbase dat ze gelijk geld eraan kunnen verdienen. Precies. Aan de andere kant is het ook maar de vraag hoe expliciet die content van influencers gaat zijn. En uiteindelijk denk ik, mensen willen graag een band met iemand opbouwen. Dat draait ook om vertrouwen. Deze dames doen dit ook niet voor het eerst. Sekswerkers zijn ook goed, zeg maar, in spelen met verwachtingen, in dingen opbouwen. Ja. Dat is hun vak. Het is namelijk ook echt een vak. Het is niet iets wat je zomaar even doet. Maar nou is dus OnlyFans tijdens corona helemaal hot, want niemand kan contact krijgen met elkaar. Hoe denk je dat dat na corona blijft? Heel veel sekswerkers zijn nu natuurlijk ook gewoon weer aan het werk gegaan. Dus je kunt gewoon weer naar een sekswerker gaan om die te bezoeken. Nou ja, met een camera ertussen, als er geen direct contact is, dat is een heel stuk veiliger voor hun. Dus het zou best kunnen zijn dat daardoor veel sekswerkers
nu ze ook gezien hebben hoe dit werkt en door hebben hoe het zit met al die analytics en zo, dat ze dit blijven doen. Ja. Dus ik hoop in die zin ook wel een beetje op een mentaliteitsverandering onder mensen. Wat we zagen was, vroeger betaalde ook niemand meer voor zijn muziek. Ik dacht, ik ga nooit meer voor mijn muziek betalen. Ja. En nu geef ik gewoon elke maand een tientje uit. Ja. Wat eigenlijk best wel veel geld is, omdat het gewoon makkelijk is en goed is. Ja. En uiteindelijk willen mensen misschien ook wel het juiste doen. Dus ik hoop dat als we het makkelijker maken voor mensen om te betalen, wat OnlyFans wel een beetje doet, dat meer mensen dat uiteindelijk gaan doen. Maar Em, ben jij een beetje anders over OnlyFans gaan nadenken eigenlijk nu je dit allemaal hebt gemaakt? Nee, ik vond het überhaupt wel een goed idee. Ik denk ja, eigenlijk wat raar dat we dit nog niet eerder hebben bedacht. Want wat je zegt, je betaalt ook voor muziek en voor films. Dus waarom zou je niet betalen voor foto's die je graag wil zien en contact met iemand waar je fan van bent? Ik denk ook dat als het in ieder geval niet zo heel duur blijft, dan blijf ik ook wel fan. En het is in ieder geval een hele eerlijke manier van geld verdienen. Dat was alweer de afsluiting. We zijn aan het einde van deze aflevering en we sluiten altijd af met het favoriete seks- of drugsnummer van onze gast. Linda, wat is die voor jou? Ik vond het heel lastig, want ik heb er best wel veel. LL Cool J, Doing It. Die is over geil gesproken. Linda. Okay, ja, sluiten we daarmee af. Als je op dinsdagochtend kijkt, dan word je hier pas wel geil van. Okay, we horen hem er nu onder. We kunnen alvast een beetje dansen. Vergeet niet te liken en te abonneren. Oh ja, vergeet niet te liken en te abonneren. Bye. Lekker gedaan.